Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. In de podcast van vandaag. De narcist creëert een alternatieve realiteit. In de wereld van narcisme lijkt niets te zijn wat het lijkt. Narcisten creëren vaak een complexe en onwerkelijke alternatieve realiteit en het is hoog tijd dat we dit fenomeen diepgaand begrijpen. Deze podcast zal de psychologische lagen ontrafelen van waarom narcisten dit doen en hoe ze proberen te domineren door middel van hun eigen gecreëerde wereld. De alternatieve realiteit voor een narcist is als een op maat gemaakte toneelset, gebouwd om hun grandioze ego te dienen. Op dit podium spelen ze de hoofdrol in een eindeloze science fiction, waarin ze de onbetwiste ster zijn, omringd door ondersteunende acteurs die hun grootsheid bewonderen en hun iedere wens vervullen. In deze theatrale realiteit zijn spiegels zorgvuldig vervangen door vlijende reflecties waarin ze zichzelf bewonderen zonder de kleinste vlekjes of imperfecties te zien. De coulissen zijn bezaaid met attributen die hun superioriteit en succes benadrukken, terwijl het publiek bestaat uit mensen die gedwongen worden om te applaudisseren voor elke handeling, hoe klein ook. Achter de schermen zijn de narcisten constant bezig met het herschrijven van het script van hun leven. Ze herinneren zich hun prestaties als epische overwinningen en hun tekortkomingen als onbeduidende misstappen. Het is een absurde en continu uitvoering waarin ze zichzelf zien als de helden van hun eigen verhaal, terwijl de werkelijke wereld slechts een bijrol speelt. Deze metaforische toneelset biedt de narcist de illusie van onaantastbare superioriteit en eeuwige bewondering. Maar zoals bij elk toneelstuk blijft de actie beperkt tot de planken en de werkelijkheid wacht geduldig in de coulissen. Het onvermogen van de narcist. Voor narcisten is het dagelijkse leven doordrenkt van teleurstelling. Alles lijkt voor hen een worsteling. Het bereiken van zelfs een fractie van wat jij in je leven hebt bereikt, in welk aspect dan ook, is voor hen een enorme uitdaging. Het kost hen veel tijd en moeite, terwijl het jou misschien makkelijker afgaat. Dat komt natuurlijk omdat je veel meer of een goed doorzettingsvermogen hebt. Op dit punt erkent de narcist hun inferioriteit ten opzichte van jou. Dit kan te wijten zijn aan jouw vooruitgang op welk gebied dan ook. Misschien kom je uit een leuke familie, heb je leuke vrienden, een goede vriendin, een beste vriend, heb je een leuke baan, huisje, boompje, beestje. Voor de narcist is vrijwel alles in het leven een worsteling, terwijl jij de wereld misschien met gemak lijkt te veroveren. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Voor de openlijke narcist is het makkelijker om in het bedrijfsleven ver te komen ten koste van anderen. Maar deze onvermijdelijke kloof tussen jouw succes en hun worsteling wekt diepe emoties op bij de narcist, namelijk haat, boosheid, afgunst en jaloezie. Alles wat jij met minimale inspanning hebt bereikt, wordt voor hen een pijnlijke herinnering aan hun eigen falen. Ze kijken naar jouw leven en voelen een groot verlies, alsof jij hebt afgenomen wat zij meer verdienen, omdat zij zoveel meer tijd en moeite hebben geïnvesteerd dan jij. Maar ze zien niet de worstelingen die jij hebt doorstaan om te komen waar je nu bent. Ze zien alleen het eindresultaat. Laten we het hebben over de opbouw van wrok. Deze gevoelens van wrok en jaloezie worden in de narcist gevoed en ze kunnen jarenlang een wrok koesteren. Ze zullen er alles aan doen om alles wat jou tot jou maakte te ontnemen. Dit omvat ook jouw zelfreflectie, want ze willen dat je gelooft dat je niets hebt bereikt en dat alles wat je hebt
bereikt eigenlijk niet zo geweldig is. Ze zullen proberen je zelfbeeld te ondermijnen en je ervan te overtuigen dat je misschien niet zo aantrekkelijk bent als je denkt. Ze zullen je karakter en persoonlijkheid volledig herschrijven, meestal in een negatief daglicht. Om dit te bereiken moeten ze alles wat jou tot jou maakte wegnemen en voorkomen dat je ooit weer iets dergelijks zult bereiken. Ze zullen je manipuleren en misbruiken totdat je niet meer weet wie je bent. Ze zullen je mentale structuur herontwerpen, je overtuigingen, waarden en principes over jezelf. En natuurlijk anderen om je heen en de wereld om je heen herschrijven. Dit is een cruciale stap om jou in hun alternatieve realiteit te brengen, waarin zij de touwtjes in handen hebben. Dan komt de narcist op het punt van de psychologische gevangenisontwerp. Narcisten creëren een psychologische val waaruit ontsnappen bijna onmogelijk lijkt. Ze zullen ervoor zorgen dat alles wat overeenkomt met jouw ware karakter en persoonlijkheid uit je leven verdwijnt en dat je het nooit meer zult bereiken. Om deze valse realiteit in stand te houden, moeten ze ervoor zorgen dat iedereen om je heen hun versie van jouw karakter en persoonlijkheid accepteert. Ze willen dat iedereen jou ziet zoals zij dat willen en ze zullen elke inspanning leveren om dit te bereiken. In hun alternatieve realiteit ben je het tegenovergestelde van wie je denkt te zijn. Alles wat je hebt bereikt wordt geminimaliseerd of omlaag gehaald. Als je bijvoorbeeld uit een leuke familie komt, zal de narcist beweren dat je familie helemaal niet zo leuk is. Je draagt misschien leuke kleding, maar volgens hen is dat helemaal niet zo bijzonder. Ze zullen je zelfs laten geloven dat je niet zo aantrekkelijk bent als je denkt. En ze zullen kritiek leveren op alles wat je hebt. De narcist begint met hun manipulatieve psychologische tactieken. De narcist schept zijn of haar eigen regels en voorschriften in deze alternatieve realiteit. Ze willen dat je denkt dat je bepaalde dingen niet kunt doen. Hun valse regels passen zich meestal aan wat je oorspronkelijk hebt bereikt en wat hen zo van streek heeft gemaakt. Ze creëren deze valse regels nogmaals om te voorkomen dat je ooit weer iets bereikt wat overeenkomt met je oorspronkelijke karakter en persoonlijkheid. Om hun valse realiteit te handhaven, hebben narcisten ook valse interpretaties van alles wat jou interesseert of wat belangrijk voor je is. Dat moet worden gemanipuleerd en aangepast worden aan hun denkbeeldige wereld. Ze verdraaien de betekenis ervan en proberen je ervan te overtuigen dat hun interpretatie de enige juiste is. Ze gebruiken tactieken zoals ontkenning, projectie, gaslighting en het afschuiven van de schuld om ervoor te zorgen dat je hun valse interpretatie accepteert als de nieuwe waarheid in hun alternatieve realiteit. Dan kom je op het punt om de psychologische gevangenis om daaruit te ontsnappen. Als je eenmaal het patroon van de narcist hebt doorzien, zul je willen ontsnappen aan hun valse realiteit. Je zult terug willen keren naar de persoon die je werkelijk bent en doorgaan waar je was gebleven met je ware karakter en persoonlijkheid. Alles wat ze van je hebben afgenomen en hebben geprobeerd te voorkomen dat je zou bereiken, wil je opnieuw bereiken. Maar narcisten willen niet dat je vertrekt. Het hele doel van het creëren van hun valse realiteit en karakter is om te voorkomen dat je ooit vertrekt. Ze willen dat je gelooft dat je nooit de persoon bent geweest die je dacht te zijn en dat je niets anders verdient dan wat zij voor je hebben gecreëerd. Ze verwachten dat je alles gelooft wat ze je vertellen over jezelf. En als je toch ervoor kiest om te vertrekken bij de narcist, dan volgt er een ineenstorting van de valse realiteit. Wanneer de valse realiteit eindelijk uiteenvalt of wanneer je de situatie of
de relatie verlaat, kunnen narcisten vaak een mentale ineenstorting ervaren. Dit wordt ook wel de narcistische verwonding genoemd. Ze moeten accepteren dat alles wat ze de hele tijd hebben gedaan niets meer was dan een illusie. Alles wat ze hebben gecreëerd was bedoeld om je gevangen te houden en te voorkomen dat je jezelf zou zijn. Maar niets is echt in hun valse realiteit. Wanneer je vertrekt en begint met het bereiken van alles wat je ooit had opgebouwd, wordt dit een herinnering aan alles wat je ooit was en wat ze zo hard hebben geprobeerd te voorkomen. Het vernietigt het valse karakter dat ze voor je hadden gecreëerd, evenals de valse overtuigingen die ze over je hadden verspreid. Ze worden gedwongen om verder te gaan met hun leven, omdat ze de controle hebben verloren. Ze kunnen niet meer bepalen wat je doet. Ze worden gedwongen om afstand te nemen en toe te kijken hoe jij je leven leidt, hoe je geneest, hoe je op weg bent naar genezing en teruggaat naar je oorspronkelijke authentieke zelf. Narcisten creëren een complexe en verontrustende alternatieve realiteit om hun controle te behouden en om je te onderdrukken. Ze proberen je te overtuigen dat je niet bent wie je denkt te zijn en je verdient niets buiten hun gecreëerde wereld. Maar het is wel essentieel om te onthouden dat je het recht hebt om vrij te leven en te zijn wie je bent. De acties van narcisten, hoe intens hun negatieve emoties ook zijn, rechtvaardigen hun gedrag niet. Het doorzien van hun manipulatieve spel is de eerste stap naar herstel en bevrijding uit hun psychologische gevangenis. Narcisten hebben lange tijd hun daden geprobeerd te rechtvaardigen en hebben geprobeerd om hun misbruik en manipulatie te rechtvaardigen. Er kan geen gemeenschappelijke basis of begrip zijn met hen, want hun valse realiteit is gebaseerd op angst en zelfbescherming. Het is gebaseerd op hun behoefte om je te controleren en te voorkomen dat je iets bereikt of verkrijgt dat hen op welke manier dan ook raakt. Als je eenmaal dit patroon hebt doorzien, zul je willen ontsnappen aan hun valse realiteit. Je zult terug willen keren naar de persoon die je werkelijk bent en doorgaan waar je was gebleven met je ware karakter en je persoonlijkheid. Alles wat ze van je hebben afgenomen en hebben geprobeerd te voorkomen dat je misschien ooit opnieuw zou bereiken. Ik had het natuurlijk ook over narcistische verwonding. En als je voor het eerst op dit kanaal terecht bent gekomen, denk je, goh, wat is een narcistische verwonding? Een narcistische verwonding verwijst naar situaties waarin een narcist of een narcistische individu zich bedreigd, gekwetst of inferieur voelt in vergelijking met anderen. En dit kan voorkomen wanneer ze geconfronteerd worden met personen die op verschillende gebieden succesvol zijn, zoals een carrière, relaties, uiterlijk enzovoort. Het idee van narcistische verwonding is gebaseerd op de theorie van Sigmund Freud over het ego en zelfwaardering. Wanneer narcisten geconfronteerd worden met hun eigen gevoelens van inferioriteit, ontstaat er een diepe psychologische dissonantie. Ze willen gezien worden als superieur en uniek, maar het contrast met anderen die succesvoller zijn brengt hun eigen gevoelens van ontoereikendheid naar voren. En dit kan leiden tot intense negatieve emoties zoals woede, jaloezie en wrok. Narcisten gebruiken de alternatieve realiteit ook als copingmechanisme om met deze intense negatieve emoties om te gaan, creëren narcisten vaak alternatieve realiteiten en ze beginnen met het herzien van het verleden, de prestaties van anderen en zelfs hun eigen prestaties. En deze herzieningen zijn bedoeld om de narcist gerust te stellen, dat ze superieur zijn en dat ze niet het gevoel van inferioriteit hoeven te ervaren, dat ze anders zouden voelen. Narcisten proberen anderen te overtuigen van hun alternatieve realiteit door tactieken als ontkenning, projectie, gaslighting en schuldverschuiving te gebruiken. Schuldverschuiving is ook wel blame shifting in het Engels. Ze willen niet alleen zichzelf ervan overtuigen dat hun nieuwe versie van de realiteit waar is, maar ze willen ook dat anderen het accepteren en geloven.
Er zijn ook onderzoeken gedaan naar narcistische verwonding en alternatieve realiteiten. Verschillende studies hebben de verbanden tussen narcistische verwonding en de creatie van alternatieve realiteiten onderzocht. Een veel voorkomende bevinding is dat narcisten meer geneigd zijn om deze alternatieve realiteiten te creëren wanneer ze geconfronteerd worden met mensen die opvallen door hun succes. Ze gebruiken dit als een copingmechanisme om hun eigen gevoelens van inferioriteit te verminderen. Bovendien hebben onderzoekers vastgesteld dat narcisten vaak moeite hebben om deze alternatieve realiteiten te handhaven op de lange termijn. En dit kan natuurlijk leiden tot een voortdurende cyclus van woede, wrok en het creëren van nieuwe alternatieve realiteiten wanneer de vorige instort. De creatie van alternatieve realiteiten door narcisten is een complex psychologisch fenomeen dat geworteld is in narcistische verwonding en de behoefte om zichzelf als superieur te beschouwen. Onderzoek heeft ons geholpen om de drijfveren achter dit gedrag beter te begrijpen en hoe het verband houdt met de psychologie van narcisme. Het blijft een fascinerend gebied van studie en biedt inzicht in hoe narcisten omgaan met hun eigen gevoelens van inferioriteit. Het gedrag van narcisten en de manier waarop ze alternatieve realiteiten creëren kunnen worden geassocieerd met specifieke neurologische en psychologische processen, hoewel het moeilijk is om directe neurologische correlaties vast te stellen, zijn er enkele algemene patronen en inzichten die kunnen helpen begrijpen hoe dit zich in de hersenen van een narcist zou kunnen manifesteren. Laten we het hebben over zelfwaardering en het brein. Een gezond zelfbeeld en zelfwaardering zijn gekoppeld aan specifieke hersengebieden, zoals de prefrontale cortex. Bij narcisten kunnen deze gebieden anders functioneren. Ze hebben de neiging om hun eigen superioriteit te benadrukken en negatieve feedback of gevoelens van inferioriteit te vermijden. Dit kan leiden tot verandering in hoe hun hersenen emoties verwerken en hoe ze hun eigen identiteit vormgeven. En ik heb ook een podcast gemaakt over de narcist en de hersenen. Misschien is dat wel een interessante podcast om naar te luisteren. Dan hebben we de emotionele regulatie. Narcisten hebben vaak moeite met het reguleren van hun emoties, vooral negatieve emoties zoals woede, jaloezie en wrok. Dit kan verband houden met verstoringen in de amygdala, een hersengebied dat betrokken is bij emotieverwerking. Ze kunnen proberen deze negatieve emoties te onderdrukken door alternatieve realiteiten te creëren om hun eigen waarde te behouden. Dan hebben we natuurlijk ook cognitieve dissonantie. Het fenomeen van cognitieve dissonantie dat optreedt wanneer er inconsistenties zijn tussen wat iemand gelooft en de realiteit kan leiden tot psychologische spanning. In het geval van narcisten kunnen deze inconsistenties tussen hun zelfbeeld en de realiteit leiden tot een noodzaak om alternatieve realiteit te creëren om die spanning eigenlijk als het ware te verminderen. Dan hebben we ook nog sociale cognitie. Hersengebieden die betrokken zijn bij de sociale cognitie, zoals de mediale prefrontale cortex, kunnen bij narcisten anders functioneren. Ze hebben de neiging om anderen te manipuleren en te overtuigen van hun alternatieve realiteiten. Wat veranderingen in deze hersengebieden kan weerspiegelen. Zoals ik al zei, narcisme is een complex psychologisch fenomeen dat zich manifesteert in creatie van alternatieve realiteiten. Narcisten hebben de neiging zichzelf te overschatten en hun eigen superioriteit te benadrukken. Dit gedrag is geworteld in de behoefte aan zelfbehoud, het vermijden van negatieve emoties en het handhaven van een grandioos zelfbeeld. De alternatieve realiteit voor een narcist kan worden beschouwd als een op maat gemaakte toneelzet, waarin ze de hoofdrol spelen in een eindeloze komedie waarin ze de onbetwiste ster zijn.
Hoewel de neurologische basis van narcisme natuurlijk nog in ontwikkeling is, zijn er verbanden met hersenfunctie en psychologische processen die de neiging van narcisten om alternatieve realiteit te creëren kunnen verklaren. Narcisten proberen de realiteit te herschrijven om hun eigen waarde te behouden en anderen te imponeren. Dit gedrag kan leiden tot een vertekend zelfbeeld en een voortdurend cyclus van het creëren en handhaven van nieuwe alternatieve realiteiten. Nogmaals, ik heb een podcast gemaakt over de narcist en hun hersenen, hoe dit werkt, ook met dopamine, cortisol. Ik heb ook een podcast gemaakt over of narcisten jong sterven. Want narcisten hebben meer de kans om hart- en vaatziekten te krijgen. Dat is ook een hele interessante podcast. Misschien zijn dat wel podcasts die je wilt beluisteren. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube-kanaal. Abonneer je ook op dit kanaal. Dat stel ik zeer op prijs. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.